Applausje voor Charlotte. Denk je ook als je naar je man kijkt heel vaak van, oh, ik hou echt veel van je? Ja. We moeten dus dit weekend verhuizen. Wat? Het is fijn dat ik een vriend heb die tenminste nadenkt. Tadaa. Toch gaan ze verjaardag vieren. Hallo jongens, ik lijk op een aardappel. Vandaag had ik een lekker vrij dagje. Ik heb iets minder gedaan dan ik zou willen. Wat een verrassing. Als ik aan het eind van de dag iets plan, ik moet er ook echt mee stoppen. Ik had alleen maar om 5 uur shiatsu gepland. Dat is voor mij gewoon niet slim. Want tot die tijd ga ik dan gewoon chillen. Dus ik moet dat echt niet meer doen. Ik moet echt eerder dingen plannen. Zodat mijn dag wat eerder begint. Ik had shiatsu en ik was precies een maand geleden op donderdag voor de eerste keer gegaan. En toen werd ik ziek die avond. Dus ik zei, is die ene keer nou voor niks geweest? Hij zegt, nee hoor, het ziet er goed uit. Het is gewoon vooruit gegaan, ga zo door. Het was letterlijk naar voren, naar achter, voren, achter. Ja, ga maar liggen op je buik. Eén keer op mijn rug ergens in het midden gedrukt. Heel zacht. Ga maar liggen op je linkerschouder. Ging die hier zo in mijn nek doen. Dat was echt heel irritant. Kietelde ook. Blech. Best wel lang aan dat peesje zitten. Toen ga maar liggen op je rug. Aan pols getrokken iets. Pols. Rechter. Enkel. En 5 minuten later was ik met praten en betalen erbij weer buiten. Het is echt bizar. Die man verdient gewoon €48 in 5 minuten. Het is echt ziek. Maar als dit een soort wonderdokter is, dan groot gelijk dat je dit ervoor vraagt. Nu ga ik even naar het nieuwe huis. Ik ga een cadeautje van mijn oom maken. Even een doosje halen voor al die chocolade die ik voor haar heb gekocht. Zorg dat ik het cadeau heb ingepakt. En dat ik vanmorgen gewoon klaar ben. Nog even vlog uploaden. Bestellingen, even dat soort dingen. En dat is dan mijn dag. Chaos in mijn auto. Ik heb nog wat gekocht, maar stel ik straks wel. Morgen. Ik ga al mijn kleren nu naar boven tillen, want ik moet morgen boodschappen doen en het zit echt te vol. Hallo jongens. Dit is de status. De dag begon dus echt met weinig doen en hij eindigt echt laat. Het is 8:30. Haast gekookt. We gaan nu pas eten. Ik heb hem nog niet gezien, ook vandaag of zo. Toen ik bij het nieuwe huis aankwam, zag ik echt dat er zoveel buiten achter in de garage lag, wat ik echt te aso vond. Want we hebben steeds van, we gaan naar het stort en aanhanger huren, maar het duurde nu gewoon te lang. Ik sprak met de buurman, hij zei, ja, het is ook gewoon gevaarlijk, want mensen kunnen fikkie stoken. En toen ging hij me dus even helpen. Dus we hebben mijn hele auto ingeladen. Hij heeft voor mij echt gewoon bij de Jumbo karton weglopen gooien. Echt zo lief. Echt aardig en heel lang met hem geklet, wat ook tijd kost, maar wel heel leuk was. Dus daar zat heel veel tijd in. Dus ik heb morgen een afspraak bij de vuilstort. Ik ging eerst mijn hele auto leeghalen, omdat ik morgen boodschappen moet doen en mijn auto leeg moet zijn. Dus toen was mijn auto al leeg en toen dacht ik, ja, hij is toch vies. Oh, dit zijn nog maar al die stuklopers en zo die hierin liggen. En mensen begonnen zelfs dozen bij ons afval te zetten, omdat ze dachten waarschijnlijk toch heel aso. Dus het was toch al leeg gemaakt en nu zit hij weer vol. Maar dan ga ik morgen 12:30, ik kan morgenochtend nog even wat werken en tas pakken en zo. Morgen 12:30 naar de stort en dan meteen doorrijden naar, niet Elburg, maar de andere plaats waar we heen gaan. Ben ik daar ongeveer 2:30. Dan ga ik boodschappen doen. Dat duurt ook zeker wel een uur. We mogen vanaf 3 uur het huisje in. Maar ik hoef er niet dan per se te zijn. En dan ben ik 3:30, 4 uur in het huisje of zo met boodschappen. En dan dat. En ik ben bezig geweest met oma's cadeaumand. Oh ja, ook superleuk. Ik heb allemaal schildersezels en schildersdoeken en verf en zo gekocht. Ik weet niet of ik het al heb verteld. Geen idee. Maar dat zien jullie morgen wel nog als activiteit. En ik heb een kaartje geschreven voor oma en mand gekocht. Alleen alle chocola moet ik er nog in doen, want alle chocola ligt nog boven. Dus ik heb, dit is hem nu. Heel leuk vind ik zelf. Ze vindt deze kaars van Bath & Body Works geweldig. En dit is echt een geur die ze heel lekker vindt. Zeep, want zij heeft echt nooit zeep. En dat vind ik grappig. Nog een Bath & Body Works kaars. Echt ook een geur die ze heel lekker vindt. Een handcreme. Gewoon voor de leuk 2-3 kaarsjes erbij. Omdat ik dacht, kan je gewoon lekker gezellig kaarsjes branden. Een bodywarm met rozenblaadjes. Want ik vond dat voor haar wel iets voor onder de douche. Het is lastig, want ze vindt heel veel dingen niet leuk. Maar ik denk dit allemaal wel. En een best wel persoonlijk, lief kaartje. En dan komen er dus nog echt iets van 10 chocoladerepen bij. Want het idee was eigenlijk een chocoladepakket. Ik hou hier echt van om dit te doen. Het lijkt me ook echt een leuke baan, gewoon cadeaupakketten verkopen. En dit is dus de auto. Nou ja, daarom sprak ik trouwens de buurman. Hij kwam een pakketje brengen. Wat ik opgestuurd heb gekregen. Oh, ik zie nu al dat het beeld echt mooi is. Ik weet niet of ik die nou een keer al heb gehad, maar ik heb het nooit geprobeerd. Ik wil vanavond ook mijn haar wassen, dus ik wil deze misschien wel even gebruiken. Derma Sensitive Shampoo, Conditioner en Masker. Voor de hoofdhuid. Ik heb best wel niet een hele onrustige hoofdhuid, maar wel een beetje. Dus dit komt wel goed van pas. Waarom verplaats je dat hierin? Omdat er nog plek is.
Waarom zou je dat doen? Nou, dan hoeven mensen niet in die andere koelkast. Nee, maar mensen hoeven. Dat is de koelkast van de cocktails. Daar. Dat is de koelkast. Dat is de cocktailkoelkast. Dus ik mag wel de fristie hier leggen. Ja, daar zijn alle. Hij gaat bepalen, terwijl ik de catering doe. Nee. Kijkers. Maar dus dat ik haar heb en jij wel eens dat niet zo makkelijk zijn. Mag ik deze flessen nu hier verplaatsen? Mag ik niet? Nee, onderop, daar zijn ze koud. Wat mag er dan hier? Die pakken die je daar net had. Oh, die vier. Ja, dat zijn ik ook zo. Bedankt voor de info, maat. En het is echt interessant. Wow, zelfs nu doet hij nog oogherkenning. Hoezo? Is dat ze nu? Nee. Ja, twee bakjes blauw, maar ze is veel te weinig voor 16 mensen. Ja. Ja, waarom zo zuinig voor dat geld? Ja, ik heb een 400 euro uitgegeven. Ja. Oh, maar zei dat ze een en het andere tikkie moest betalen. Ja. Even een bordje. Kan jij wel een knopje maken? Nee, ik kan niet. Dat is wel. Ja, dit is nooit. Ik wist het. Ineens denk ik, hij kan nog natuurlijk. Ik heb je Olie voor ooit wel onderzien knopen, ineens. Dus je hoofd dat hij overgaat, hoor. Vind jullie echt een goed stel? Ja? Ik ben blij dat je Olie voor bent. Omdat het leuk is, maar ook van. Wat? Ik vind echt een goede vrouw voor jou. Ik vind het ook leuk dat ze je wat meer aanpakt. Daar houdt ik van. Op een leuke manier. Zo goed? Ik durf deze hartjes niet, man. Ik durf nu al niet harder te doen dan dit. Rij. Kom je de volgende ook ophangen? Hier is geen tafel. Oh. Kan je niet met de stoel? Dan ben je te klein. Oké, ik ga het wel doen. Ik ben een very long woman. Tijd voor een lekker maskertje. Oh, ik love de camera trouwens wel heel erg als ik dingen, producten film. Wow, dit had ik niet verwacht. Kijk wat een raar spul het is. Een soort korrelig. Wel zacht, waar ik echt niet verwacht van zo'n masker. Jongens, de lunch is prepared. Ik heb gisteren alle boodschappen gefilmd, maar dat blijkt allemaal in slow motion zonder geluid te zijn opgenomen. Dus ik ga het nu wel even opnieuw laten zien. Dit is de enige vegetarische. Ja, jij zei flinterde naar kip, maar die hadden ze niet, dus ik heb deze gehaald. Ja, lekker. Nou ja. Hummus, hummer. Ik hoef niet eens te zeggen wat het is. Je kunt het wel zien, denk ik. Ja, niet op elke tafel staat dus hetzelfde. Dus mensen moeten dan zo zeggen, mag ik het zout? Mag ik de pindakaas? Net alsof je op kamp bent. Die moeten nog wel even, maar we kunnen op zich alvast beginnen met eten straks. Ik ga voor de aardbeien. Hoi, hoor, denk je. We hebben een tour. Ja, misschien door Elburg. Met de hele fam. Gezellig. Ja, zijn ze er dan? Is namelijk de originele stadsmuur. Van 1300 zoveel. Ja. Geen gezeur aan deze deur, dat vind ik wel grappig. Ze loopt goed aan de regenpijp. En dan hadden we zelf een stukje aangezet. Nee, dat blijft hard met z'n tienen. Ja. En welk jaar is dat? Ik pak jou filmen. Film jou maar. Hij mag niet. Hij mag niet. Ik ga het blurren. Oh, we zijn twee keer sliepen. Dan kan je niet met de tafel eten. Dat deed me niet, ze zat gewoon op de grond. Oh, je ging op de grond. Oh, lekker, ik hou van op de grond zitten. En we leven voornamelijk buiten. Daar zit ook iemand die niet op wil. Mike en ik gaan even taart halen voor oma. Maar blijkbaar was het dus om 3 uur de uiterste tijd. Maar geen idee. Ze hadden me dus gebeld. Hey, taart halen. Jongens, de borrel. Dit is het enige wat er fancy uitziet. Omdat ik het crisp kaasverpakking hier op heb gelegd. Maar voor de rest is het wel echt heel lekker wat we allemaal hebben. Er hoort trouwens een leeg bakje. Hoort bij deze, omdat er pitten in de olijven zitten. Zeewierchips en allemaal lekkere... Bijzondere dingetjes hebben we. Lekker truffeltapenade, heerlijk. Oh my god, die finishing touch maakt het echt prachtig. Die druiven en die vijgen. Dit is toch gorgeous? Oké, nu is hij echt af. Dit is watermeloenradijs. Geweldig. Even hier wat color. Zo. Wat is dit luxe? Mooi hè? Dit is oma echt niet gewend. Zijn. Nee, ik ga toch echt shock zijn. Nog wel dat je bij mag zitten dat je ziet dat we het brengen. Ja, dit ding is wel heel handig, zeg, met die borrel. Ja. Oh, wat mooi! Ja! Even een applausje voor Charlotte. Ja, maar deze... Moet het aan daar of hier plat? Geweldig! Ja, dat vind ik lastig. Ja, misschien ook wel wat. De os en de aas! Oh! Ah! Dat had ik ook. Ik wist het. Lekker, zeg. Mm.
Er komt nog meer. Hé, hey, er komen nog meer mensen. Iedereen komt hierheen. En hier is nog zon. Oh, het is wel geweldig dat hier nog zon is. Leuke shots. De mannen. Huh? De mannen. Is toch prachtig? Ik vind dat heel schattig. Denk je ook als je naar je man kijkt heel vaak van, oh, ik hou echt veel van je? Ja. Wat als je Jordi? Wat ziek, wat ziek. Veel kleuren, veel. Het spat er vanaf. Good morning. Je ziet wel echt verschil dat deze camera goed is. Nou, we gingen gisteravond nog even gezellig drankjes doen. Dus wederom iets te kort geslapen. Maar wel lekker geslapen. Het is hier echt heel chill. En gisteravond heb ik de hele de tafel klaargezet voor oma voor de taart. En volgens mij is het nu 10:30 of zo. En dan gaan we 11:00. Hier is een ander gezin. Maar hoe mooi is het cadeau? Ik ben echt helemaal blij hiermee. Ik hoop echt dat oma het ook leuk vindt. Hier zit een ingang. Heel veel chocoladerepen, allemaal verschillende soorten. Deze is niet zo handig hier. Ik ben echt spastisch hoor, met dit soort dingen. Het is altijd perfect. Irritant. Allemaal soorten chocola van 85%, echt heel veel. En dan dus, heb ik het niet al gezegd? Dit heb ik er ook nog bij gedaan. Voor lekker slapen. Kaartje. Heel leuk, die heb ik ook van de Hema, een rainbow canvas tas, een zeep, nou, een hele mooie Bath & Body Works kaars en hier nog een. Echt heel leuk. Het is nu ook wel lekker vol dat het een beetje vast zit. Nou echt, ik vind het een geweldig cadeau, dus ik hoop dat oma er heel blij mee is. Thanks. De taart, lekker chipolata. Een beetje efficiënt om de tafel. Oh, oma komt eraan. Hey jongens, het was zo'n leuk weekend. We zijn er weer. Hij heeft nog even verhuisdozen gehaald. Want we moeten natuurlijk ook gaan beginnen met inpakken. En het was echt heel erg leuk. We zijn een klein beetje moe, maar het was echt geweldig. Het is echt voor herhaling vatbaar. En ik wou dus nog even vertellen dat als je dus op de laatste vrijdag van de maand bij de Starbucks koffie haalt, bonen, maar die kan je ook laten vermalen, of twee cupjes, krijg je drankje gratis. En dit is €7,10 en mijn drankje is ook altijd echt bijna €6. Dus dat is een vet goede tip. Nu moeten we dus wel even heel veel gaan uitladen, want ik heb ook heel erg veel van de borrel meegenomen. Vet chill. Hi, howdy ho. Vandaag is het echt bloedheet. We moeten dus dit weekend verhuizen. Ons doel is gewoon eigenlijk dit weekend wel overgaan. En dan hebben we dan nog 3 dagen. En dan de 4e dag moet het huis zeg maar opgeleverd zijn. Maar Ha had verhuisdagen al gebruikt voor het nieuwe huis. En ik ben natuurlijk meer vrij dan hij, want hij werkt gewoon 5 dagen. Dus ik ga nu even naar het nieuwe huis om een beetje het huis klaar te maken voor de verhuizing. Als in, sowieso wil ik mijn kantoor een beetje opruimen, maar dat is geen pre. Maar onder de trap hebben we wel een soort ruimte. Niet groot, maar ook niet heel klein. En daar staan nu al mijn kledingdozen. Dus ik wil even al die dozen naar boven gaan tillen, aangezien de vloer nu officieel af is. Dus ik ga straks kijken. De middelste verdieping is nu ook af. Is beide dus opnieuw gedaan. Dus eindelijk is alles af. Vanochtend werd ik heel vroeg wakker. En ik dacht echt, yes, ik was zo blij. Alles is eindelijk af wat af moet zijn. We kunnen nu gewoon in gaan trekken. En dat is echt een heel lekker gevoel. Ook al moeten nog kleurtjes op de muur en zo. En het bed is er nog niet. Maar dat is zo fijn. Dus daar ben ik heel erg blij om. Dus de ouders komen vanavond even helpen om de bank naar beneden te tillen. De koelkast van het balkon te halen, de oven van het balkon te halen. En daar heb ik echt mega veel zin in de koelkast. Want ik vind het gewoon geweldig om een koelkast te hebben. En hij is lekker groot en dan kan ik een beetje gaan inrichten met die bakken die ik heb gekocht en zo. Maar die, ik weet niet waar die zijn eigenlijk. En de keukenkastjes en al heerlijk. Het is jammer dat ik nu geen vakantie meer heb en natuurlijk woensdag en vrijdag wel moet werken. Want het was lekker als het nu nog vakantie was geweest. En ik moet morgen ook even naar mijn werk om een video op te nemen voor de ouders. Dus dat gaat weer heel erg snel en ik moet ook nog mijn lessen gaan voorbereiden. Ik moet ook YouTube en alles. Maar ik heb wel meer vrij dan ha. Dus ik zei van nou laten we, als je even meeloopt, tillen we vast wat spullen naar de auto. En ieder ritje scheelt. Het is echt maar een paar minuutjes rijden. Nog geen 5 minuten. Maar ieder ritje, en mijn auto was al leeg natuurlijk omdat ik naar de stort was geweest. Dus dit scheelt toch weer op de officiële verhuisdag met sjouwen. Dus dan. Maar de meeste spullen zijn echt gereedschapdingen. Dus ik zei, ik laat nog wel even in de auto staan. Want daar is nu echt geen plek voor. En wat ik wil voorkomen is dat weer ons hele huis vol met zooi staat. Dus daarom,
eerst onder de trap leegmaken, dan kan het gereedschap daar naartoe, weet je wel. In principe eerst een kledingkast, dan je kleding, maar dat gaan we niet meer redden. Maar een beetje op die manier. Dus niet meer alles dumpen. En als we spullen dumpen, in de kleine logeerkamer of onder de trap. Zodat we niet straks over zijn en echt in een zooi leven. Want dat is gewoon niet relaxed en dat kunnen we nog voorkomen. Dus dat is mijn doel. En zijn ouders komen gezellig barbecuen dan. En ja, dus dat ga ik nu doen. Oké, de vloer is super mooi. De zon schijnt er nu op, dus ik zie niet al die effecten. Maar we hebben dus wat minder effecten gedaan. Aangezien ze het toch opnieuw moesten doen, vonden we dat toch mooier. Dus beide verdiepingen zijn nu echt prachtig gewoon. Maar ik belde haar net. Ik zeg, ja, boven en middel is nu zo netjes en schoon qua vloer. Dus het eerste wat we eigenlijk moeten doen, hij zegt, ja, heb je gelijk in. Wat ik nu dus even moet gaan doen, is zorgen dat het hier niet meer zo vies is. Want dit is allemaal stuk. De trap zit vol met stuk. En daardoor maak je je hele huis vies. Schoonmaken is echt mijn least favorite. Ik sjouw liever dan schoonmaken. Ik ben echt geen wifey die schoonmaakt. Zij zei ze ook van, nou, als je er zin in hebt of als je het wil doen. En ik wil het doen, want ik wil het hier gewoon goed voorbereiden. Ik heb een emmertje, doekje en doe die trap. En dat is inderdaad wel het belangrijkste. Dus ik ga nu eerst alles wat afgedekt is doen. Dan gooi je met het dekje. En laat trouwens even weten of jullie vinden dat het beeld beter is. Want ik heb echt het idee van wel. Behalve dat hij nu niet hier op scherp staat. Maar dit soort dingen weghalen. En zorgen dat beneden niet meer zo ontzettend goor is. De leidingen waren verstopt in zijn keuken al een tijdje. En we probeerden het zelf op te lossen, maar het lukte niet. Dus hij heeft toch een loodrietje laten komen, omdat er natuurlijk ook een nieuwe bewoner komt en die moet gewoon gefixt zijn. Belt hij me net wat het kostte. De voorraadkosten waren 35 euro. Raad wat hij moest afrekenen. Er was een verkalking en die man heeft 8 meter moeten boren. 1000 euro. 1000 euro. Ga je een week later in je huis hebben, moet je nog even 1000 euro betalen. Chill, hè? Ik ben nu trouwens al heel lang de trappen aan het afnemen. Dus eerst geveegd, gebezemd, gestofverblikt. En dan krijg je dit soort water. En dan moet je dat steeds verschonen. Het duurt langer. Ik ben nog steeds niet klaar. Ik ben in mijn trap 2 bezig. Olé. We hebben net de oven en de koelkast opengemaakt. Oh. En de oven, daar zat dus wat water in aan de bovenkant, maar dat wordt als het goed is wel, komt dat wel goed. En de koelkast is alleen een beetje beschimmeld omdat hij natuurlijk vochtig was. Maar verder denk ik wel dat hij het heeft overleefd. Dit is nu de status. Het heeft denk ik 2 maanden buiten gestaan. Het liefst laat ik het erin natuurlijk. Ja, wat een timing. Ik ga hier even een plas plegen. Bank uitpakken. Wat? Oh, gezellig. Kom je er ook weer uit? Kijk, met dit soort dingen is het dus fijn dat ik een vriend heb die tenminste nadenkt. Want ik had al lang de wasmachine gewoon over de nieuwe vloer gesleept. En hij heeft dus dit. En staat het al op de hond. En het staat op zo'n ding. Nou, en nu gaat hij hierheen. Kijk, dit vind ik nou leuk. Perfecto. Dat er dan... Oké, het is misschien een klein beetje druk, maar het kan ook eigenlijk gewoon nog daar staan, de wasmiddel. Maar ik vond het gewoon grappig dat we zo'n grote bak hebben en dat hier dan de wasmiddel past. En hier van die zakjes. Maar het ziet er eigenlijk wel... Maar er zit toch nog een deur voor. Het kan ook hier. Maar het kan ook hier. Dat vind ik wel gewoon cute. Hij kan helemaal open. Kunnen we lekker wasjes gaan draaien? Eindelijk. Dit is mijn wasmachine uit Muiden. We hebben heel weinig meegenomen, maar wel mijn wasmachine. Oh, en ze stonden in dit bakje, die spullen. En we kunnen ook nog een droger. Er komt nog een deur. Helemaal perfect. De hele dag. Nee, niet de hele dag. Maar elke dag. Heen en weer, heen en weer, heen en weer. De auto zit weer vol. Oeh, het is zo warm. Het is 25 graden, bizar. Vorige dat we gingen verhuizen was het dus ook zo heet. Vader van Haas is net even gekomen. Die heeft de schuur met ons leeggehaald. En alles wat... We mogen ook spullen bij hun stallen. Dat is echt super fijn. Vooral omdat we nu geen schuur hebben. En ik had ook nog dingen in de schuur, dus die liggen hier nu. Hij heeft dingen van haar die mee mogen naar de Humberging. De rest gaat naar het Grofvel, Marktplaats, dat soort dingen. Dus deze schuur in ieder geval klaar en dat is wel fijn. En verder is het nog gewoon inpakken, inpakken, inpakken. En morgen moet ik wel werken en ik moet nu ook even werken. Dus ik ga nu eventjes in het nieuwe huis lekker
editen van 6 weken geleden. Olé. Jongens, het is echt heel erg, maar ik ben zo blij. Het voelt alsof ik jarig ben. Zo blij ben ik. Met mijn bestellingen van Crisp. Ik lijk echt een Crisp ambassadeur, een promotor. Ik heb echt letterlijk geen één samenwerking met hen. Ik krijg niet betaald, ik krijg niks gratis, behalve wat iedereen in Nederland gratis kan krijgen. Ik heb namelijk dus op Instagram gezegd, wie wil een gratis fles kava van 10 euro, 15 euro korting en gratis bezorgkosten, DM me dan. En dan kan ik dus vrienden uitnodigen. En bij elke 3 vrienden die ik heb uitgenodigd, die hun cadeautje binnenkrijgen, krijg ik wat gratis. Dus bij de eerste keer krijg je een borrelplank, de tweede keer een ontbijtje en de derde keer een bierpakket. Dus dat heb ik nu alle 3 in 1 keer laten bezorgen, want ik had 9 vrienden of 10 al. En het komt net allemaal binnen, maar ik zie nog meer producten dan er al in mijn mandje zaten. Dus ze hebben volgens mij nog meer gegeven dan je normaal. Er staat in je mandje wat je krijgt, maar ik zie dus nog meer. Nou, ik ga eerst het eerste deel even aan jullie laten zien. Ik word gewoon helemaal blij van gratis eten. Ik vind dat gewoon zo fantastisch. Ik heb ook dingen zelf besteld hoor. Dit heb ik allemaal zelf besteld voor de borrel morgen na het verhuizen overmorgen. En dit, maar dit wist ik bijvoorbeeld niet dat we het kregen. Dit toetje is niet normaal, dus die heb ik nog een keer besteld. Echt het beste toetje dat je ooit in je leven hebt geproefd als je van kokos houdt. Het is alleen maar met kokos, niet met koemelk. Nou, dit wist ik niet dat we dit ook zouden krijgen. Ik heb een geitenbrie en koebrie-achtig, maar wat luxer voor de borrel. Dit kregen we bij het ontbijt. Dit wist ik niet dat we kregen. Ik heb een voren haring zelf besteld. Dit hoorde bij het bierpakket, dit bij het borrelpakket. Dit heb ik volgens mij allemaal zelf besteld. De croissantjes kreeg je bij het ontbijtje. Dit ook zelf besteld, dus bloemkool snacks. Dit kreeg je bij het ontbijt. Ik ben nu echt een super erg Crisp ambassadeur. En ik heb vijgen. En dan ga ik dit even inruimen en dan de rest uitpakken. Want ik heb hier dus nog meer een haast bezig met waterfilter van de koelkast. Dit heb ik besteld. Dit is voor de borrel. Dit is iets met geitenkaas en rode wijn. Truffelboter. En dit heb ik dit besteld. Ja, trappistenkaas. Dat is met bier. Maar dit heb ik dus niet besteld. En dit heb ik dus ook niet besteld. Terwijl ik eerst nog twijfelde over een schimmelkaas. En dit heb ik ook niet besteld. Dit wel. 100%. Hele verse avocado. Guacamole met 93% avocado. Sorry, ik ben heel druk. Een worst. Dit was een cadeau als je gisteren bestelde. Ik ben zo erg Crisp aan het promoten, maar love it. Dit kreeg je bij het ontbijtje cadeau. Dit kregen we bij iemand met een nieuw account besteld van Haan, want die had nog nooit besteld. Dus dit is dan het cadeau wat ik aan Haan heb gegeven en dus ook aan jullie geef. Dus mocht je het ook willen, stuur me gewoon even een DM, want ik moet dus voor iedereen een aparte aanmaken. Pia de sapelmeloen besteld, een bananenbrood. Ook eigenlijk een beetje voor een borrel. Moet even kijken, waarschijnlijk is het te veel. En dan heb ik nog appels en peren, denk ik. Peren. Geweldig. En appels. Albert Heijn komt ook zo nog. En daar heb ik dan nog wat basic dingen besteld. Maar ik ben vanaf nu echt voor bepaalde dingen. Voor borrel, maar ook lekkere tomaatjes en zo. Goede vleeswaren bestel ik gewoon bij Crisp, want ik ben fan. Oh ja, en dit was nog een bierpakket. Niet normaal. En ik heb nog truffelchocolade. Geweldig. Het is 9:30. We hebben keihard gewerkt. Bart was nog even gekomen om de koelkast te tillen. Ik heb vooral puinzakken gevuld. Alles zit nu in zakken. Nou, we hebben allerlei dingen gedaan eigenlijk. Op het einde zei ik nog tegen haar, laten we even al mijn doosjes onder de trap zijn. Nu naar boven tillen, want dan is er weer plek voor jouw doos. En dat is allemaal kleding en dat kan inmiddels naar boven. Dus de hele slaapkamer ligt vol kleding. We zijn echt heel erg moe nu. En toen stapte ik in de auto. Toen dacht ik, oh ja, ik moet echt tanken. Want ik kan niet het risico lopen dat ik morgenochtend nog moet tanken. Dat is niet chill, want ik moet morgen werken. Nu naar huis. Nu moet ik echt nog even wat dingen voorbereiden, ook voor morgen. Want daar moet ik nog gewoon heel erg inkomen in het ritme. Ik moet gewoon, als je 2 dagen werkt, is het zo anders. Ik moet gewoon ervoor zorgen dat ik... Ik heb natuurlijk vorige week niet vrijdag gewerkt. Maar ik moet er gewoon voor zorgen dat ik iedere vrijdag 2 keer na voorbereid. En niet thuis hoef te werken. Want het lukte me nu gewoon niet. Dus dat staat nu nog op de planning. Dus ik ga nog even een uurtje dingen doen. Ik heb wel al heel veel vorige week voorbereid, gelukkig. En het is echt heel erg druk. Morgen werken. Het is een korte dag, dus ik denk dat ik wel om 4 uur weg kan misschien. Nou, ik moet iets bewerken voor de ouders een video. Dus misschien ben ik 5 uur thuis. En Hadi moet ook gewoon naar kantoor en zo. Dus dan moeten we in de avond weer even door. En morgenavond gaan we even heel erg veel dingen inpakken vooral. En vrijdag weer werken. Daarna naar Shuihatsu. Daarna naar de Velstort misschien. En haast vrijdagjarig. Maar we gaan het gewoon serieus niet vieren. We stellen het uit. En zaterdag is dan verhuisdag om 9 uur 's ochtends.
Dus dat wordt pittig. Pittig, pittig. En als we eenmaal verhuisd zijn, is het nog niet klaar. Want dan moet alles nog uitgepakt worden. So be prepared. Nom, 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 nom. Cute. Buongiorno. Ik heb vanochtend gewerkt aan het opnemen van een informatievideo voor de ouders. Het was mijn haar nog een beetje nat. En nu moet ik het nog doen. Maar oké. En nu ben ik lekker bezig in de keuken. Met dingen handig indelen. Bijvoorbeeld het servies stond hier. Maar ik dacht het is veel handiger als de vaatwas hier zit. Dat het servies daar is. En ik ben het bestek aan het inrichten. Twee dozen. En dat vind ik echt fantastisch. Hier heb ik me al zo lang op verheugd. Kijk eens. Tadaa. How gorgeous. Oh my god. So pretty. Deze. Dus nu nog even deze doos. Dat heb ik dus een paar maanden geleden al bij de Weekamp besteld. Het is best wel prijzig. Maar als het goed is, blijft het ook gewoon lang mooi in de vaatwasser. En deze kleur champagne is echt wel moeilijk te vinden hoor. Ik vind dat echt goud, goud diep mooi. En dit vind ik echt gorgeous. Dus ik ga dit er ook nog even bij doen. Hi, good morning. Ja, ik bedacht nog gisteravond ineens toen we heel laat thuis kwamen. Omdat we de hele dag hier bezig waren geweest. Nou, de keuken gedaan en zo. Maar nu geen tijd om te vertellen. Dat ik al mijn jurken nog boven had liggen in het nieuwe huis. En alleen maar dit soort dingen heb liggen en ik moet werken. Dus het is nu echt letterlijk 7:15. Hallo, ik heb vandaag mijn eerste werkdag gehad in de groep die ik vrijdag draai. Dus dat is een langere dag, het was echt heel erg leuk. Maar vanochtend moest ik, had ik dat al verteld. Ja, het was super leuk. Toen uit mijn werk ging ik heel snel taart halen en versiering. Want we gingen uiteindelijk toch haar zijn verjaardag vieren. Hij is vandaag jarig, geïmproviseerd. Nu buiten het balkon, dus ik heb even snel gedoucht. En dat gaan we nu doen. Ik wilde het eigenlijk uitstellen, maar we doen het nu toch. En morgen naar de verhuizing nog een keer. Nee. Nou, dat was een leuk feestje. Ze zijn nu weer weg. En ik blijf nog even, want ik moet echt editen. Dus ik ga nu even hier zitten en even een uurtje editen. En hij heeft echt geweldige cadeaus gekregen. Wat heeft hij? Ik wilde dus eigenlijk haar 4,5 liter wodka geven, omdat wodka is een beetje ons drankje. Ik vond het grappig. Maar dat kon ik niet vinden. Dus ik heb iets anders gedaan. Wat geven ze ouders? Te toevallig. Een wodka pakket. Geweldig. En sinaasappelsap. Gewoon echt fantastisch cadeau. We hebben gewoon een super mega levensvoorraad aan wodka. Mijn cadeau is dus ook super leuk, want ik ontdekte ineens dit. Beer in a box. Gewoon zelf gekocht. En dan krijgt hij dus om de 2 maanden 12 hele speciale biertjes opgestuurd. En hij kreeg meteen vandaag zijn eerste. Je kan ze ook gaan raten en zo voor jezelf. En ook echt hele gekke bieren zitten er tussen. Dit is een perfect cadeau voor haar, want hij is niet zo'n kritische man die maar één soort bier lekker vindt. Hij houdt juist van dingen proeven, dus zware hufter. Koud vuur, smoked porter. Maken ze dit zelf zo dan? Ik denk het bijna. Ik weet het eigenlijk niet. Hoe vet. Dit is toch een fantastisch cadeau. Hij was helemaal blij. Ik zag hem helemaal blij kijken met dit. En dan heb ik nog een heel leuk cadeau, maar dat kan ik niet laten zien. Ik heb echt zo'n collage gemaakt bij easycollage.nl. Met 32 foto's. En dan echt wel zo groot. Echt wel scherp op een canvasdoek. Geweldig. Dus trouwens, het was €70 of zo. Ik vond nog wel meevallen voor echt zo'n doek. 80 bij 50 of zo. Vond hij ook helemaal geweldig. Dit is super leuk. Echt, ik hou ervan als gewoon iemand leuke goede cadeaus krijgt. Dus ik was helemaal blij met zijn cadeaus. Nou. Hi, Bob. Gezellig. We gaan verhuizen. Niet? Nou, we zijn lekker bezig. Het is nu 1:15. En het tweede ritje grofvel is al onderweg. Zo ziet het eruit. Ik heb nog nooit dit gedeelte van het huis gefilmd. Dat jullie altijd foto's niet op internet mogen. Dit gaat nog allemaal naar het huis. Dingen zijn gratis opgehaald. Oh, gordijnen nog. Alright. Ik ben in het nieuwe huis. Het valt reus mee met de troep. Ik was hier nog niet geweest. Ik was aan het schoonmaken met mijn schoonmoeder. Zij zijn al 1 keer op en neer gereden. En ik haat het echt als het helemaal vol staat. Maar het valt zo erg mee. Dus daar ben ik echt heel blij om. En nu gaan we met de laatste. 2 keer grofvuil. Zijn Ha en zijn vader geweest. Ik heb vooral lopen schoonmaken en nog dingen op inpakken met mijn schoonmoeder. En zijn 2 vrienden hebben heel veel geholpen om te tillen. En ze gaan nu nog een bank wegbrengen. En dan komen ze nu met de laatste lading eraan. Volgens mij hoor ik ze al. En ik geef vast even in mijn eentje. Want ik ging even de spullen uit de vriezer nu in de vriezer leggen. En weer naar de supermarkt geweest. Want als je mensen helpt met verhuizen, moet je wel echt veel lekker eten regelen, vind ik. Dus ik heb even lumpia's en heel veel borrel en dingen. Dat ga ik nu even uitruimen.
Ik ben heel even gaan liggen. Nu ben ik echt heel moe. Dit is de borrel die ik aan het bereiden ben. Yummy. Wat als ik vlog zijn er net van die grappige momenten. Oh. Wat doen ze dan allemaal? Dan moet je die erin doen. Hoi. Hoi. Voor je schoonmoeder. Ja. Mag ik voor mij gewoon in hoor. Dit zijn die bloemkooldingen en dit zijn die vegetarische garnituurbox. Nou, het is inmiddels al 1 uur. Super laat. We gaan slapen. We zijn echt super moe. Maar eerste nachtje in dit huis dus. En het voelt voor mij echt wel als thuis. Ik vind het echt wel super sfeervol en gezellig. Terwijl we echt nog lang niet klaar zijn. Dus dat is wel heel fijn. Het douche is lekker. En het voelt gewoon super goed. Dus echt heel hard gewerkt vandaag. Ik ben heel blij mee. Hallo. Vandaag lichte kater. Beetje kort geslapen. Maar we zijn weer lekker bezig. Hadi is tape aan het halen. Zodat we gas kunnen hebben. Wat soort tape dat we nodig hebben naar zijn ouders. Om de afscheiding van de bar te gaan zagen. Want die is nu te lang. Omdat er vergietvloer natuurlijk is gegoten. En nog naar het oude huis. Dat soort dingen. En ik ben een beetje doos aan het uitpakken. Ook in het zonnetje aan het zitten. En ook aan het editen. Dus echt een lekkere zondag. Oké, jongens. Wij hebben dus echt al... Het is misschien bijna een maand geen tv gekeken. Omdat de Ziggo het dus al per ongeluk had afgesloten in het oude huis. En we hebben nu nog geen televisie. Omdat we nog twijfelen van of we die Samsung schilderij tv willen of niet. En toen zei Hanna eens van... je hebt een Beamer. Laten we die eens installeren. Dus hij heeft het net geïnstalleerd. Nog geen half uur werk. Moeten jullie even kijken hoe ziek. Oh my god. Dit is zo tof. En we kunnen gewoon een Netflix app erop zetten en zo. Dus nu gaan we waarschijnlijk La Casa de Papel seizoen 5 kijken. En ik hou heel erg van tv. En nu is het hier nog licht. Dan moet je nagaan als we gordijnen hebben of wat straks donker is. Deze krijg je er dus bij als je voor 45 euro bestelt. Mag je kiezen. En die is normaal 16 euro. Dus dan vind ik het wel waard om voor 45 euro te bestellen. En als we er overhouden, is dat echt heel lekker, vind ik. Weet je wel, dit kan niet. Dit is onze eerste avond. Met z'n tweeën, dus eigenlijk een soort van onze eerste avond hier. Gisteren was het natuurlijk een beetje apart. Dit is toch geweldig. Terwijl haar dit nog even installeert, vertel ik even wat we hebben. Dit zijn van die special rolls. Dus we hebben eentje met, volgens mij rainbow tonijn, ebi, weet je dat soort dingen. Dit is allemaal zalm. Dit is vega en gefrituurd. Dat zijn geflambeerde zalm. En dit is nog een vega box. Dat is echt heel chill en lekker. Dat is niet normaal. Betere eerste avond om het huis in te wijden. Bestaat niet, denk ik. Goedemorgen, het is 9:30 of zo. En... chill ochtendje. Ik eet even wat Pia de Sapelmeloen en ik ga naar de sportschool. En boven is een man die ik via helpers.nl heb gevonden. Die is een bed in elkaar aan het zetten. Super chill. Ik ga even sporten en dan lekker verder aan de slag hier, want ik ben vrij. Yes, vandaag is het weer eventjes back to normal, jongens. We zijn verhuisd. Ze wonen nu gewoon in het huis. Dat is zoveel makkelijker om dan gewoon tussendoor te klussen. Nou, ik was me dus kapot aan het irriteren aan mijn twee voorste lokken. Misschien heb je er zelf ook aan geïrriteerd. Sowieso heb ik hier altijd een kort lokje en hier lang. Wat volgens mij heel veel mensen irritant vinden. Maar het was helemaal verschrompeld. Ik zet het net op Insta. Nu heb ik het hier niet laten zien. Maar het was helemaal zo verschrompeld. Ook als ik het gewoon heel licht veunde of zo. Al gewoon heel snel. Dus ik dacht, ik loop even langs de kapper. Want daar was ik nu toch. Waar ik dus op 22 juli. Mijn haar toen best wel korter had laten knippen. En ik zei al van, kijk, dit is echt nog heel gezond. Maar dit niet. Kan ik dat even laten bijknippen? Moest ik 20 minuutjes wachten. En toen heb ik het laten knippen. En dat kost dan 8 euro. Maar toen heb ik meteen besproken qua verfbehandeling over 2-3 maanden. Wat ik dan wil doen. Olaplex en een toner. En babylight. Want ik zei, ik wil wel een beetje blond blijven. Maar niet zo erg. Want mijn haar is gewoon 4 keer dunner dan dat het was. En je ziet heel duidelijk... Dit heb ik zelf geblondeerd. Of tot hier of zo. En dan die lichte plukjes heb ik dan bij Josje laten doen. En dit is al de uitgroei. Het groeit ook best wel snel. Maar ik wil dus overgaan naar plukjes. Dus niet meer zo mega blond. Want om een blond effect te krijgen, hoef je niet dit te hebben. Dus dat mijn haar gewoon weer kan aansterken. Zou ik, doe dat lekker over 2-3 maanden. En dat kost dan 130 euro. Ik vind het nog wel meevallen voor alles wat ik net noemde. En ze zei, als je een Heezy Hair Pass neemt voor 10 euro, dan heb je een jaar lang 10% korting op alles en 30% op de producten voor thuis. Dus ik heb nu voor 10 euro die pas gekocht. En daarmee mag je ook tussen knipbeurten door
je lok gratis laten knippen. Dus de lokknippen was al 8 euro. Die heb ik nu niet hoeven betalen. Dus eigenlijk heb ik voor 2 euro een pas. Nou, super chill. En dus die lokjes zijn nu wat beter. Dus daar ben ik vet blij mee. En ook ideaal dat ik tussendoor dan kan laten knippen. En dan over 2-3 maanden laten verven. Zij het is nu echt niet heel storend, die uitgroei. Dus toppie. Want ik wil wel echt licht blijven. Vind ik wel heel leuk. Maar dus natuurlijker en gezonder. Want ik wil gewoon lekker weer mijn dikke haar terug. Laat me trouwens even weten. Ik weet dat mensen meestal niet reageren, maar ik ben heel benieuwd. Volg je me al van de tijd dat ik vet veel haar had? Want ik ben echt in shock als ik foto's terugzie. Ik had echt haar tot hier. Wat echt gewoon, 5 keer meer haar. Of bijna. Echt bizar. Dus dat was het haarverhaal. En nu ga ik naar de gym. Ik ben naar de bouwhof geweest voor zekeringen. Oh, wat spannend dit. Zekeringen. En meteen verf laten mengen, vol framboos. En ik denk dat ik als haat even afplak, dat ik dat straks wel weer ga verven. Dit is de enige muur in huis die we zelf gaan verven. Voor deze kamer. En we hebben net dus iemand via helpers.nl gehad. Heel veel massa, want het is blijkbaar gewoon een gast die een eigen bedrijf heeft. En ook gewoon hele renovaties doet. Dus gewoon echt, dit is gewoon echt een mini klusje voor hem. En hij had toevallig nog tijd in zijn agenda. En daarom heeft hij deze klus geaccepteerd. Dus we hebben echt massa, want hij... Ik heb bijna geen enkele klus, maar kijk. Hoe vet. Zo leuk. Het is dus een soort van stapelbed. Van hout. Lekker dat je hoog ligt, maar niet te hoog. En dan is dit een uitschuifbaar. Dus het is zeg maar een stoel. Nou, als je hem uitschuift. Dan kan de deur dan nog precies dicht. Volgens mij heb je dus... Oh, hè? In ieder geval, daar ga ik even naar kijken. Maar deze van Wekamp, hij heet volgens mij Robin, Bed Robin. Hij is best wel prijzig, hij is normaal 7,50 en nu is hij 5,50. Maar super leuk. Kijk, je moet dus dat steuntje daar. Dan heb je dus een bed. Nou. En de deur kan precies dicht, hè? Dus ik dacht even van, ai. Heb het verkeerd gedaan. Maar gelukkig maakt het niet uit. Volgende stap. Met mijn schoonmoeder, is het logeerbed. Die hebben we meegenomen uit Hazenhuis. En het vonden we zonde om weg te doen, dus dat wordt nu een logeerbed. Die zijn we nu in elkaar aan het zetten. En dit is het al. Hoe ben je? Missie 1 volbracht. Nou, missie 2 eigenlijk. Maar die andere hebben we niet zelf gedaan. Maar dit is echt top. Nou, dat hebben we ook gewoon even met z'n tweeën in elkaar gezet. Nu even die dingen aan het uithalen. Oei. We zijn echt top team, zeg. Vrouwen kunnen gewoon klussen hoor, jongens. Hallo, wij tillen nu dus dingen via het balkon. Dus we gaan nu een ladder tillen. Wat tillen? Is het waar? Oh, je kan er gewoon bij. Maar dan kan je hem zelf tillen. Oh ja. Hoe lang ga jij dan? Ja. Oh, dat is best wel zwaar. Huh? Zien de mensen die me aan? Kijk, how romantic. With the moon. Het lijkt alsof er een vuurtje aan staat, maar dat is de kaars. I like. Hallo, ik wou net nog vloggen, maar ik had zoveel honger dat ik niet kon praten omdat ik zo chagrijnig was. En nu heb ik wat nootjes gegeten. En nu ben ik weer een klein beetje normaal. En ik was dus in een Mac winkel. En ik ga straks een MacBook Pro 13 inch, 1 terabyte, 16 gigabyte zilver bestellen. Die kost dus 2000 euro. Maar ik ga het gewoon doen, want het schijnt gewoon heel goed te zijn. En hoeveel tijd het mij nu kost om mijn video's te bewerken is echt niet leuk. En ik doe het al 5 jaar, dus ik mag best wel een keer eventjes een goede computer hebben. En ik ging naar de Kruidvat, want ik was laatst op zoek naar gewoon goede shampoo zonder troep. En bij de Ethos zag ik niks. En bij de Kruidvat in Stadshart heb je dus mega veel merken die je niet in elke Kruidvat hebt. Toen zag ik het merk Yari. Super lelijk. Ze hebben allemaal verschillende lijnen. Ook een curly girl lijn. Maar dit is volgens mij de normale lijn. Dit is dus sulfaatvrij, petrolatiumvrij, parabeen, ftalaten, siliconen. Nou, gewoon volgens mij zit hier echt geen troep in. Is dit ook curly girl approved? En ik las goede reviews erover.
Maar dit is dan de conditioner. Ik ga vanavond mijn haar ermee wassen. En een creamy shampoo. Die is ook wat geler. En je had ook nog echt twee soorten maskers om uit te spoelen. Een leave-in masker, spray, een crème. Maar dat, ik dacht, ik probeer eerst even de shampoo voordat ik alles koop. En dan heb ik wel van hun Curly Girl lijn. Volgens mij ziet dat er gewoon alleen gewoon even wat leuker uit. Dus ik heb niet die shampoo daarvan genomen. Maar wel de Extreme Hold gel. Dat is echt zo'n super stuiterige gel. Maar dan ook zonder allemaal zooi erin, geloof ik. Want het is Curly Girl approved. En ik dacht, misschien is dat wel goed in plaats van stijlen om gewoon zo'n spul hier te doen. Het is nu vet, dus pluist het niet. Maar normaal pluist het best wel erg. Dus dit zijn de drie producten. En dan heb ik nog... Ik denk dat het voor mij niet iets doet, maar ik wil dat gewoon kopen. Brow Styling Soap Set. Dit is alleen maar zeep. Dus niet een poeder of zo. En Transparent with Woe. Dat wou ik gewoon proberen, want het is toch super goedkoop. En nog een keer van die stickertjes, als ik straks mijn nagels weer ga laten doen. Vind ik dit echt te cute. Kan ik dit inzoomen? Kijk hoe schoon ik. Laat trouwens echt even weten of je verschil merkt met mijn camera. En die mascara die ik van mijn oude directrice had gekregen in waterproof variant. Om te kijken of die fijn is. Ik wist dus niet dat ze deze hadden. Napox en Natrium. Dus zeg maar Ali Feminax van eigen merk. Maar dan 275 milligram. Normaal is het 220, dacht ik. Dit is net zoveel milligram als de Feminax. En veel goedkoper. En om een coronatest, omdat het handig is. En dan ben ik ook nog bij de Primark geweest. Ken je dan de Primark? Heel lang niet geweest. Ik ging eerst allemaal kleding in mijn mandje doen, maar ik dacht, ik ga toch niet. Maar ze hebben wel hele schattige accessoires. Dit. Moest het hebben. Maar deze. Dat vind ik heel mooi. Ze hadden dus ook een heel leuk hoesje van Winnie de Pooh. Met I like nice people of zo, of iets in die trant. Maar die was niet meer voor mijn telefoon. Die had ik op mijn Insta gezet. En dit zijn schoonmaakdoekjes. Van die microvezel en zo. En hele leuke kleurtjes. Maar dan heb je dus glass. All purpose. Dust. Another one, there's the duster. Floor. Echt vet. En... polish. Super leuk. Echt hele mooie kleuren. Deze elastiekjes, want ik draag nog steeds heel veel scrunchies. Oh, ik zie nu dat ze 1 euro waren. Nog meer elastiekjes, scrunchies. Die bakjes die ik in de winkel al liet zien. En ik moet in de sportschool altijd een handdoek. Hij is wel 7 euro, zie ik nu, maar ja. Ik moet altijd met een handdoek sporten, dus ik dacht dan koop ik een keer zo'n... Volgens mij zit het ook een beetje microvezelachtig. Een gym handdoek. Die denk ik al het zweet absorbeert, maar ik zweet niet echt. Oh, hij is best wel lelijk, want hij is aan één kant wit. Ja, ik doe niet meer vaak van die troepjes kopen, dus ik dacht ik doe het weer een keer. Maar van deze heb ik wel een beetje spijt, want ik vind het echt lelijk. Als het aan één kant niet dezelfde print heeft. Nou, na maanden eindelijk een toiletborstel met houder. Want ik wilde echt zo'n mooie houder kopen. Niet zo'n standaard vies ding. Dus ik wilde eigenlijk een hele toffe vaas. En ik heb er eentje, maar die staat bij mijn schoonouders in de berging. En ik heb steeds gezin om die te halen. Maar we hebben er sowieso boven ook nog één nodig. En deze vond ik wel echt mooi. Maar we zetten ook 7 euro. Want alleen, hij gaat best wel strakker in. Dus dan denk ik, al die viezigheid gaat dan zo spetteren. Misschien. Maar deze vind ik echt wel chic. Dus deze komt dan boven in de badkamer. En als laatste. Als laatste watjes. En dan niet 1,50 voor zo'n groot pak. Maar 1 euro voor een kleiner pak voor baby's. Want spullen voor baby's zijn altijd goed voor je. En dat waren mijn aankopen. Dus lekker veel troep en prul. Heel handig, aangezien we hier aan het opruimen zijn en aan het wegdoen. Maar goed, ik had er weer een keertje zin in. Ik ga gewoon niet te vaak, want ik woon nu in Zoetermeer en daar heb je dus een Primark. Maar goed, nou, als ik een beetje chagrijnig leek, dan komt het omdat ik honger heb. En we gaan bijna eten, want haar is aan het koken. Hey jongens, mijn beeld is ingezoomd, ik kan niet veranderen. Ik ga de weekvlog afsluiten. Wekenvlog. Het is echt heel erg jammer, maar zo op Insta vlog heb je het al een beetje gezien. Ik weet dat ik vaak al heel lang te laat ben met mijn vlogs door drukte bla bla. Maar ik heb nu een nieuwe camera gekocht. Ik ben echt aan het investeren in dingen. Dat ik gewoon bekeken wil, goede camera. En ze zien dus alles in de war. Al mijn beelden zitten door elkaar. Dit shot is januari 2019. Ik heb de datum al veranderd, het blijft raar. Bepaalde beelden heb ik wel, bepaalde ben ik kwijt. Bepaalde zijn in slow motion opgenomen, waardoor je niks meer hoort. Ik zeg bijvoorbeeld van Primark shoplog, wat ik jullie net in de winkel heb laten zien. Ik had allemaal beelden gemaakt voor de winkel, alles is kwijt. Heel veel dingen rondom het huis zijn kwijt. Het is gewoon weg. Ik word er echt verdrietig van, want daardoor ben ik
alles zat door elkaar. Dus ik was aan het editen en dan was hier een beeld. En het andere beeld wat erbij hoorde zat helemaal hier. Dus ik heb letterlijk per beeld moeten kijken welke dag. En het, dus ik ben hier echt bijna 3 weken al mee bezig. Het is echt niet meer leuk. Ik zet het nu maar gewoon online. En ik moet gaan kijken hoe ik dit kan oplossen. Maar het is echt jammer, want ik doe echt mijn best. Het gaat op deze manier nooit beter worden. Maar het komt goed. Ik vind het super leuk het vloggen. Dus ik baal gewoon dat het hierdoor zo irritant wordt. Ik hoop dat je het alsnog leuk vindt om te kijken. En dat het niet erg opvalt dat er dingen niet kloppen. De beelden van je naam heb ik ook allemaal kwijt van een week. Echt super balen. Dus die heb ik niet meer. En ik geef het nu ook gewoon op met zoeken, want er gaat veel tijd in zitten. Dus doe je duimpje omhoog als je het wel leuk vond. En op Insta deel ik super veel als je wat recentere dingen wil zien. Ik wilde dus weer gaan bijlopen, maar op deze manier lukt het gewoon niet. Maar ik gooi nu maar gewoon online, anders duurt het echt te lang. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doei!